redelijk onthutsend, toch? Het is duidelijk geworden hoe het allemaal echt in elkaar zit. Het ware verhaal achter het fenomeen Michel Wuits is toch wel minder rooskleurig dan dat we allemaal denken. Iedereen kent bijvoorbeeld dit legendarisch stukje commentaar. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden! En dat dateert al van 2005, maar sindsdien heeft Michel zichzelf toch niet meer kunnen evenaren en hij weet dat zelf ook. En daarom huurt hij iemand in waarin hij veel vertrouwen heeft, een soort van souffleur. Iemand die hem influistert wat hij moet zeggen. Iemand die zich vooral moet focussen op one-liners in de hoop dat het er bonk op is en dat zijn commentaar weer gaat leiden bijvoorbeeld tot een grote muzikale hit. Want we kennen dit ook allemaal. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden! Tom Bonne gaat wereldkampioen worden! Tom Bonne op 1! Tom Bonne op 1! Tom Bonne is wereldkampioen! Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne is wereldkampioen! Ja, dus om dat weer te evenaren hoort, huurt Michel Wuits een souffleur in. Maar, en dat is toch wel het opvallende, zijn souffleur is amper 6 jaar. Maar het moet gezegd, die jongen die doet dat echt geweldig. Hij heeft van het weekend echt fantastisch ingefluisterd bij de overwinning van Rui Costa. En daar gaat Rui Costa. En daar gaat Rui Costa. Rodriguez vangt het goed op. Rodriguez vangt hem behoorlijk goed op. Costa kijkt om. Costa kijkt om. Costa naar de kop. Costa naar de kop. Costa als outsider wereldkampioen. Costa als outsider wereldkampioen. Rodriguez er toch nog naast. Toch nog Rodriguez. Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Het is Costa. Het is Costa die wereldkampioen wordt voor Rodriguez. Voilà, nu weten we hoe het allemaal echt in zijn werk gaat. Hè. Ja, dat is goed, maar ieder zijn manier van werken. Voilà, zo gaat dat.